Lengo, en dan kunnen jullie hier al slapen. Zullen we hier slapen gewoon? Ja. Is hier waar liggen bedden? Nee, ja. Die moet je natuurlijk zelf regelen. Ik heb al zoveel voor jullie gedaan. Dus zelf even de bedden regelen. Ja. Grapjas. Ja. En de douche, waar wij wassen kunnen doen? Nou, dat moet allemaal nog geïnstalleerd worden. Ja. Maar de verkoop van het huis, die doet dat allemaal. Dus die komt allemaal dik in orde. Ja. Ja. Maar ik moet helemaal begrijpen. Ja. Je hebt toch Nederlands geleerd? Het komt allemaal in orde. Ja, ja, is goed. In orde. Is goed. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar dan moet je wel zorgen dat hij volgende week langskomt. Dat hij het volgende week komt doen. Ja. Want aan zo'n probleempje met de gemeente. We moeten dit pandje namelijk bewoonbaar maken. Ja. En daarom moet dat volgende week allemaal geregeld worden. Want anders moeten jullie allemaal weer terug naar Polen. Ja. En dat willen we natuurlijk niet, hè? Ja. Dus het is man bellen? Man bellen, ja. 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 Dus ik pak zo dat nummer even. Ja. En dan pak ik eerst even je contract. En als je dan hier eventjes je handtekening wil zetten. Hier dan? Ja. Dan hebben jouw vrienden en jij een hele mooie deal gesloten. Ah, mooi. Zo. Ja, gefeliciteerd, hè. Dan kunnen je vrienden en jij hier lekker gaan wonen. Ja. En wel uitkijken voor de politie, hè. Politie. Ah, komt allemaal goed. Ja. Komt in orde. Ja. Hè? Gaan we even bier drinken? Ja, is bedankt. Is dank voor huis. Bedankt.